Dwangareta mama phobia. Dwangareta mama phobia. Dwangareta mama phobia. Dwangareta mama phobia. Sakavaso mudina nana. Dwangareta mama phobia. Ik zoek uw aangezicht, Tehuti. Ik ben de kracht van Tehuti. Ik ben de belichaam van Tehuti. Ik ben de essentie van Tehuti. Ik ben Tehuti. Met dank aan alle natuurelementen. Anet heret ba'aku, anuk datiret ba'aku, anuk sekem ba'aku, anuk nesut ba'aku, anuk ba'aku, tuahu necheru. Ik zoek uw aangezicht verlichte voorouders. Ik ben de kracht van de verlichte voorouders. Ik ben de belichaming van de verlichte voorouders. Ik ben de essentie van de verlichte voorouders. Ik ben de verlichte voorouder. Met dank aan alle natuurelementen. Oké, lieve broeders en sisters. En zo zijn we dus weer in de Sebek, ofwel Ampo-cultivatie, uitzending. Want de periode is inderdaad zoals dat van Heteru, 21 juli tot en met 20 augustus van dit jaar. Meditatie mantra daarbij is Aung, Aung, Tuau, Sebek. Voor de mensen die iets met mantra's hebben, zoals we altijd zeggen. We ervaren de invloed van de Necheer Sebek als het verlangen naar kennis. We vinden het noodzakelijk om te weten wie wij zijn, wat voor soort wezen we zijn. En we willen graag weten waar het leven over gaat. Dit verlangen kan alleen bevredigd worden door de wet van Sebek, ofwel Ampu. Die wordt afgeleid van de wijsheid van Tehuti, ofwel Jehuti. Wordt ook genoemd, hè? Wordt die ook genoemd. Maar in het begin van onze spirituele reis op aarde zoeken we bevrediging in aardse informatie die wordt afgeleid van het aardse. Nou, zoals gezegd, de cultivatie loopt gelijk met het heru. In nene necherita em kepra ank, in nene necherita em pot necheru, in nene necherita em asar aset, imrin necher, amen amenet, ank uja seneb. Hotep, broeders en zusters. Hotep. Dan beginnen we met de introductie. De spirituele eigenschap die over het verkrijgen van aardse informatie gaat, is dus Sebek, ofwel Ampu. Dit is de naam die onze voorouders aan de planeet Mercurius gaven. De relatie van Mercurius met de aarde, tussen aanhalingstekens de bron van haar informatie, werd duidelijk gemaakt door de gemeenschappelijke wortel die zij deelt met de aarde. Een oudere naam voor de aarde, Geb dus, is volgens onze voorouders Seb. En dat betekent kakelende gans. Het gekakel heeft in dit verband twee betekenissen. Enerzijds staat het voor onzinnig gepraat en anderzijds staat het voor lachen, vooral zelfspot. Beide betekenissen hebben spirituele waarheden. Als we bijvoorbeeld kunnen lachen om onze eigen dwaasheid die uit onze valse menselijke identiteit ontspruit, dan heeft dit een reinigende werking op onze levenskracht. Het onzinnige is gerelateerd aan de aardse uitleg en de beredenering van het leven ten aanzien van wie we zijn en wat het leven inhoudt. Omdat al deze ideeën gecultiveerd worden via educatieve en religieuze instituten die doorgaans door de autoriteiten van het volk worden opgelegd, die doorgaans door de autoriteiten aan het volk worden opgelegd, correctie, zodat ze blindelings worden opgevolgd. Onze voorouders noemen deze educatieve en religieuze instituten van de autoriteiten de Sebaus. De Sebaus zijn de vijanden van Asar, de zogenoemde partners ofwel confederatie van wat we dan Set noemen, die we dan ook wel eens als het kwaad bestempelen. Maar let wel, Set is dus niet kwaad per definitie, hè, zoals in principe Apep ook niet per definitie kwaad is. Dat is iets wat we misschien in een andere uitzending goed moeten benadrukken. Maar in elk geval, gerelateerd aan de oriëntatie van de mens, kan dus eigenlijk de hele pot Netjeru slecht functioneren, waardoor je dan een negatieve werking hebt.
Oké, het woord sebau is overigens ook een vervoeging van het woord sebek. Vandaar dat sommige Kemetische vertalers de naam sebek verkiezen boven de naam Ampu of Apuat, wanneer ze deze eigenschap van de Tree of Life willen aanduiden. Brother Carlos. Ampu, Ampuat en sebek zijn verpersoonlijkingen van hetzelfde onderdeel van de spirit. Sfeer 8 van de Tree of Life. Naast het feit dat Sebek tevens de Kemetische naam is van de planeet Mercurius. En Seb is afkorting van Sebek, een van de Kemetische namen van de aarde. Ampu en Ampuat werden afgebeeld als twee jakalsen, omdat alle hondachtigen tot de slimste dieren behoren. Ze worden daarom geassocieerd met Mercurius' eigenschap om verbale opdrachten te herkennen en daarop te reageren. Linker hersenhelft activiteiten. We hebben in de Heru-cultivatie gezien dat de linker hersenhelft de bron is van alle ellende op aarde, omdat verdeeldheid hier op gebaseerd is. In dit deel van de cultivatie gaan we dieper in op de vraag waarom de linker hersenhelft de bron is van alle ellende op aarde, de Sebau, de vijand van Asar. Het antwoord op dit vraagstuk is onmisbaar. Alles is een eenheid. De wereld is een eenheid. Maar de linker hersenhelft is hoofdverantwoordelijk wat oriëntatie en conditionering betreft. Degenen die niet bekend zijn met deze materie zien doorgaans alleen maar losse delen van het geheel. Er wordt vaak met de linker hersenhelft geprobeerd om verbanden te leggen zonder het totale plaatje te kunnen zien. En dat is onmogelijk. Je kunt bijvoorbeeld ook geen puzzel oplossen als je geen overzicht hebt van wat het eindresultaat moet worden. De linker hersenhelft is dus niet bekend met het totaalbeeld en kan het ook niet herkennen. Vooral omdat de linker hersenhelft niet bij machte is om het geheel te bevatten en om er enige betekenis aan te ontlenen. Het is de spreekwoordelijke bouwer van de toren van Babel, de spraakverwarring. Het eeuwige gepraat in de mens. De linker hersenhelft verdeelt de dingen en vernietigt zodoende het besef van eenheid in de wereld. Eenheid bestaat in de onderlagen of in de innerlijke lagen van de dingen. Maar de linker hersenhelft kan alleen externe kant van dingen bevatten op punten waarin ze verschillen. Dit is de basis van oppervlakkigheid en tunnelvisie, de bron van alle problemen op aarde dus. Grand Tony broer. César Elsa. Het menselijke zelfbeeld en het gebrek aan eenheid met God en de wereld. De initiële huis, tuin en keuken, bron van informatie betreffende het zelf, de menselijke geest. God en de natuur van de wereld is Sebek, de linker hersenhelft. We hebben al gesproken over zijn oppervlakkigheid en tunnelvisie, verdeeldheid en aardse oriëntatie. Door deze eigenschappen kunnen we de onderliggende eenheid van alle dingen niet bevatten, waardoor de mens niet ziet hoe alle levende dingen een onderdeel schakels van elkaar zijn. Ze bestaan niet afzonderlijk of gescheiden van elkaar, maar maken integraal deel uit van het geheel. Ze zijn net zoals afzonderlijke spelers in een sportteam, die elk op zich bijdragen aan het geheel. Door de linker hersenhelft kunnen we de eenheid van God en de mens niet zien, het feit dat het goddelijke en het menselijke wezen in essentie gelijk zijn. En zo leven we dus in duisternis en onwetendheid. Onwetendheid is duisternis, zowel letterlijk als in de figuurlijke zin van het woord. Omdat je in de duisternis geen zicht hebt, ben je afhankelijk van het gehoor om geleid te worden. De linker hersenhelft verwerkt informatie op basis van horen, zeggen, verbaal, waardoor je dan ook letterlijk op basis van horen, zeggen, leeft. Als dat je enige bron van informatie is. Dankjewel, César. César Dolores. Ampou is in figuurlijke zin de gids
van de goden in het dodenrijk. Totdat de overledenen in het licht terechtkomen, leven ze in een innerlijke wereld van duisternis. Maar er is een diepere waarheid in deze overlevering. Het is ook op de levende van toepassing. Totdat wij de linker hersenhelft overstijgen, leven wij ook in duisternis en worden we geleid door Ampu, Sebek, de linker hersenhelft. Als we zijn drie fundamentele eigenschappen in gedachten houden, te weten oppervlakkigheid en tunnelvisie, onderscheidend denken, dus segregatie denken, aardse informatie verwerken, dan kunnen we gemakkelijk begrijpen hoe Sebek de mens negatief kan beïnvloeden, als de mens de beperkingen van Sebek niet overstijgt. Het zelfbeeld van zo'n persoon is dan opgebouwd uit tunnelvisie en aardse informatie van Sebek. Vandaar dat mensen zich hebben neergelegd bij de aanname dat ze menselijk, dus aard zijn. Het woord human betekent aarde, humus, en vertegenwoordigt het aardse onderdeel van de mens, zijn dierlijke instinct en zijn fysieke lichaam. Om de mens als zodanig te identificeren is een grote fout. Dit is de oorzaak van alle fouten, ellende en misdaden in de wereld. De mens bouwt het zelfbeeld dus op uit het laagste van zijn wezen. Grantani Sisa. Sisa Chanel. De Chinese heelkunde stelt dat emoties tot stand komen wanneer de energie uit evenwicht is bij de mens. Wanneer de energie die door de leverkanaal excessief uit evenwicht is, zal de mens agressie aanwenden wanneer zijn wil tegengewerkt wordt. Dit wordt in de Chinese heelkunde behandeld met medicijnen of meditatie. Net als bij migraine is het een pathologische staat, en daarom dus onnatuurlijk. Terwijl deze overactieve energietoevloed in de lever door de linker hersenhelft wordt gelabeld als natuurlijke boosheid dat bij de mens hoort. En als dit gedrag een gewoonte wordt, dan neemt de linker hersenhelft dit aan als een gedragspatroon dat bij het zelfbeeld hoort. De persoon zal zichzelf dan identificeren als een boos iemand. Een zelfbeeld dat eigenlijk uit een ziekte wordt opgebouwd en voor natuurlijke expressie wordt aangenomen. Zo identificeren sommige mensen zichzelf als verlegen of als iemand met een laag zelfvertrouwen of als een zorgelijk of angstig persoon enzovoorts. Dit is de bron van al het falen en ziektes. En dit is nog maar een klein deel van het probleem. Zo gauw de linker hersenhelft jou heeft overtuigd dat je een aards wezen bent, dan word je automatisch losgekoppeld van de bron, God. Je raakt daardoor gescheiden van de bron, tussen haakjes God, de essentie van het leven en van je medemens. Dit is de som van een zelfbeeld op basis van de linker hersenhelft. Om je opnieuw met God te verbinden, moet je het menselijke woord vervangen met het woord van God, de metunetjer. Oké, grantani Sisa, brother Rodney. Om de eenheid en de wereld te herstellen, moet je de beperkende informatie over jezelf wil vervangen met kennis over de onderliggende eenheid van alles. Eenheid is de essentiële staat van alles. Zolang de linker hersenhelft domineert, zal de mens informatie blijven zoeken langs de verbale weg van externe fragmenten. Dit zonder besef te hebben van het verschil tussen echt weten en geïnformeerd worden. Tot slot, eenheid met God zal niet bereikt worden door informatie over God te verzamelen, maar door de eigen goddelijkheid te ervaren. Je moet het zelfbeeld van Osara cultiveren met de 11 wetten van God en zijn belichaam. Het is de ervaring van het belichaming van de goddelijkheid, gebaseerd op de essentiële natuur van God, jouw
kennis van jezelf en van God zal geven. De uitspraak van Maat is daarom, om de waarheid te kennen, moet je het belichamen. De kracht van het woord. Hoe voelt het wanneer je zegt dat iets je irriteert, beangstigt, verontrust, verhit enzovoort? Let in het vervolg op wanneer dit soort woorden je ontvallen, of wanneer iemand anders dit soort dingen moet zeggen. Kijk dan of het niet naar of ziekelijk bij jou aanvoelt om deze woorden te horen. Pavlov, een van de vooraanstaande gedragswetenschappers en psycholoog, heeft ooit uitgelegd waarom dit kan gebeuren. Volgens Pavlov zijn woorden onlosmakelijk verbonden aan externe en externe stimuli, die een van de beide delen van de hersenen, de cerebrale hemisfeer, bereiken. Woorden worden dus omgezet in stimuli-signalen. Stimulus betekent prikkeling en of aansporen. Deze signalen kunnen acties en reacties op gang brengen van de organismen die deze stimuli produceren. Een woord is een geconditioneerde stimulus voor de mens, zoals andere stimuli. Maar een woord impliceert veel meer dan stimulus. Een student van Pavlov, genaamd K. Platonov, documenteerde in zijn boek getiteld The Word as a therapeutic factor de resultaten van meer dan 45 jaar aan experimenten die bewijzen dat woorden een alledaagse effect hebben op de psyche van de mens. Grand aan je broer. Eerst volgen de meneer Sarah die gaan we naar die zien. Kevin. Kevin. Woorden impliceren veel meer dan welke andere stimuli, dan ook voor de mens. Waarom is dat? De mens is altijd aan het denken. En als negatieve gedachten zijn psychische domineren, dan vernietigt de mens zodoende de capaciteit van de levenskracht die hem persoonlijk houden en succesvol maken. Als de gedachte in je opkomt dat één of andere voorval afschuwelijk is, dan beïnvloedt dit de vitaliteit van de levenskracht op een negatieve manier. Dit gebeurt op het moment dat jij jezelf dit hoort zeggen. Of als je iemand anders dat hoort zeggen, of als je iets waarneemt wat je daarmee associeert. Het ingewortelde menselijk zelfbeeld zal de mens dagelijks negatieve associatie, stimuli, bezorgen, alle dagen van zijn leven. Mensen die een verkeerd zelfbeeld hebben, worden erger beïnvloed door negatieve gedachten. Stimuli in de vorm van woorden zijn erger dan negativiteit van andere impulsen, zoals drugs, slecht voedsel, een slecht milieu, etc. Het vervangen van het menselijk zelfbeeld door het goddelijk zelfbeeld te cultiveren is de belangrijkste fysiologische remedie, prophylaxis, die je kunt nemen. Prophylaxis, voorbehoeding, voorkoming van ziekte. Sebek inwendig werk. Inwijding werk, pardon. Heroverweeg de intro indien nodig. En schrijf de negatieve dingen op die gewoonlijk tegen jezelf en tegen anderen zegt. Schrijf ook op bij welke gelegenheden deze woorden je ontvalt. Grand aan je broer. Sisa Tuur. Ja. Voorbeeld. Persoon X of Y is iets negatiefs. Afschuwelijk, beangstigend, stressend, saai, misselijk maken, walgelijk, hartverscheurend, etc. Of woorden als, ik begrijp waarom je verontrust bent, of van streek bent, enzovoort. Of ik ben maar een mens, ik kan het niet helpen, en het is menselijk. Mediteer op een stille plek hierover zonder ademhalingstechnieken. Vooral omdat het hierbij om negatieve woorden gaat, die je gaat vervangen. Je moet ervoor zorgen dat de positieve bekrachtigen, affirmaties, echt ingeworteld worden. Visualiseer alle associaties die deze negatieve woorden met zich meedragen. Wees je bewust van de emoties die ze met zich meebrengen. Je zult je realiseren dat deze woorden je energie verminderen. Vervang deze woorden met bekrachtigen, affirmaties van de goddelijke wetten. Uiteindelijk zul je merken dat de verklaring van de goddelijke wetten positieve emoties en een fijn gevoel van welzijn bij je zullen oproepen.
De goddelijke wetten kun je terugvinden in de hiervoor genoemde inleidingswerken. Verklaring van onschuld. Gebruik items uit je eigen lijst. Bijvoorbeeld, ik heb het niet bekrachtigd dat de benoemde persoon of gebeurtenis stressend is of gebruik een van de andere negatieve woorden uit jouw eigen lijst. Ik heb niet bekrachtigd dat de benoemde persoon of gebeurtenis afschuwelijk is, etc. Ik heb het menselijke zelfbeeld niet gevoed in mijn wezen door negatieve woorden te gebruiken en te bekrachtigen. Benoem de negatieve woorden uit je lijst. Ook hierbij geldt. Vooral omdat het hierbij om negatieve woorden gaat die je gaat verzamelen. Dat je ervoor moet zorgen dat de positieve bekrachtigingen echt ingeworteld worden. Dan gaan we naar Esme. Bovendien zijn negatieve bekrachtigingen een overtreding van de wet van wijsheid. Die stelt dat gebeurtenissen, tussen haakjes zonder kwalificaties, op zichzelf staan. Een situatie kan bijvoorbeeld niet stressvol zijn, want stress komt niet voor in die situatie, maar in de persoon die stress waarneemt. De persoon, tussen haakjes waarnemer, heeft zijn psychologische huishouding niet op orde, waardoor hij op een stressvolle manier reageert. Meditatieskrip. Ik ben het evenbeeld van, tussen haakjes, God, wanneer ik de grote gift van spreken gebruik om, tussen haakjes, God te prijzen voor deze gift en om mijn realiteit te definiëren met de gift van het spreken. Gebruik deze script om te mediteren. Zie jezelf in de situatie die hierbij beschreven staat. Zie jezelf vreugdevol de gift van het spreken gebruiken om je goddelijke realiteit te definiëren. De wet van Sebek Ampo. Het is niet wat u denkt of wat u bevestigt. De vraag is, als wat bent u aan het denken en bevestigen? Gebruikt u het denkvermogen als mens of als goddelijk wezen? Dank u wel. Susanne Dunne. Redenering. Sebek is een van de instrumenten waarmee gedrag wordt geprogrammeerd. Door het begrip van die wet kan een dergelijke programmering naar believen worden gedaan. Als we beschikken over de middelen en begrip om elk gewenst gedrag te manifesteren, dan kunnen we ervoor kiezen om alleen de vrede en plezier te manifesteren. In plaats van onze emotionele reacties op alle gebeurtenissen. Sebek truïsme. Ik ben goed op weg naar succes. Want ik begrijp de suggestieve kracht van het geloven. Ik verwerp daarom alle negatieve overtuigingen. En ik cultiveer doelbewust en consequent positieve overtuigingen. Mijn positieve gedachten vloeien op natuurlijke wijze in mij. Vanwege Osaar, het hogere zelf, in mijn wezen. Ik weet dat mijn geest in principe ongeconditioneerd is. Daarom zal ik alle overtuigingen die ik in trans visualiseer zeker realiseren, als dat redelijkerwijs mogelijk is. Ik neem mezelf niet in de maling door educatie te verwarren met kennis van de werkelijkheid. Mijn weg naar succes blijft open. Ik ben goed op weg om Osaar te worden. Omdat ik niet langer mijn motieven maskeer met beredeneringen. Oké, Grantani, dit is dan inderdaad Sebek zoals het in het boek staat, ofwel Ampo. En zoals we het samen voorgelezen hebben. En wat vinden jullie dat eruit komt? Wat blijft ons bij hierin? Dan kijk ik rond, dus iedereen mag. Eén per keer. Zal ik even helpen, anders hebben we radiostiltes en dat willen we niet. Dus je ziet hier in terug bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, dat je moet opletten met je woorden. Want wij zeggen in het Surinaams, je moet ook camera die is kin. Hoe zou je dat vertalen in het Nederlands? Nou,
maar je zegt ook in Surinamse zeggen je moet veel lucie en je moet veel gassie. Ja, maar hoe vertalen we het Nederlands? Maar dus je moet met je woorden hebben kracht. Precies. In het Bijbel zeggen ze dan, ja sorry, als ik even een tijdje. Ja, dat is goed. Daar zeggen ze, je tong is zo scherp als een zwaard. Ja. Dus dat heeft ermee te maken dat je moet oppassen op je woorden, want je woorden kracht hebben. Want exact. Als we het een beetje verder steken richting je doelen behalen en dat soort dingen, waar het ook mee samen gaat. Heeft het ook mee te maken van als je een doel stelt van ik wil dit bereiken en gelijk zeggen ja, maar gaat me toch niet lukken. Precies. Dan vervul je eigen profetie. Exact. Dus om die reden is het belangrijk om te kijken van om goed op je woorden te letten. Exact. En daarnaast om ook jezelf te herprogrammeren daarin. Omdat het meestal gemakkelijk is om negatief te denken. En weet je, bij elk nieuw idee komt gelijk een negatieve gedachte. Ja, maar het is toch moeilijk. Precies. En het is ja. Als we ons afvogelen op hoe gaat het wel. En je ook met positieve woorden dat blijft herhalen en doen. Precies. Dan moet het uiteindelijk wel lukken. Oké. Een ander voorbeeld met je identiteit. Weet je wel, we kennen dat woord van ik ben. Ja. Dus wat dus een powerful woord is. Ik ben. Wat doen we ermee? Nou, je kunt er alle kanten mee op. Je moet uitkijken met alles wat je gaat zeggen. En je plaats ik ben ervoor. Mm-hmm. Als het iets negatiefs is, mm-hmm. betekent het ook dat je dus daar aangeeft van. Mensen zeggen gauw van ik ben ziek. Mm-hmm. Ze willen nu aan hun werk of bijvoorbeeld. En dan bellen ze op ik ben ziek. Nou, ja. Je roept iets op je af. Het is. Ik ben is I am, het goddelijke in jou. Precies. En als je dat gaat associëren met allerlei dingen buiten jou, negatief buiten jou, mm-hmm. dan kan het die werking hebben, want je woorden hebben kracht. Exact. Dus. Ik zie Brad Rock die hand opsteken. Dat is ook mooi beschreven van dat stresssituatie, waarbij mm-hmm. men zegt van ik ben geïrriteerd geraakt door, of ik ben gestrest geraakt door. Het is niet die situatie, het is de manier hoe jij het beleeft, hoe je het ervaart. En dat is het. Ja. Exact. En dus komt het terug van, als wat gebruik ik mijn woorden, hè, waar we het over hadden, wat u net las, Sisa Esme, van als wat gebruik ik mijn woorden. Doe ik dat als goddelijk wezen? Of doe ik dat als Jantje Pietje Klaasje die zichzelf allerlei ellende op de hals haalt omdat hij dat op de hals roept eigenlijk, weet je, zichzelf erin praat. Dus dat is eigenlijk, die kant gaat het op als we dit soort voorbeelden aanhalen van hoe gebruik je je woorden? Gebruik je het als goddelijk wezen, dus bewust van de kracht ervan, zoals Sisa Dolores het een voorbeeld net gaf en Brada Rodney die aanvulling gaf, weet je wel. Of doe je dat inderdaad als Jantje Pietje die zegt allerlei ja, dus dat is. En dat is inderdaad een mooie manier om te vertalen dat nog Mickey Moffo kot camera die je zien. Zoals ze dat in Suriname zeggen. Let op je woorden. Let op je woorden. Let op wat je zegt. Aanvullingen? Sisa Ilse, heb je het begrepen? Want ja, ik heb het begrepen. Nee, ik heb het begrepen. Je kijkt moeilijk, hè? Nee, mag ik het zeggen? Maar het kijkt niet moeilijk. Nee. We zitten niet alleen hier. In welk opzicht? Ja, we hebben visite. Ja, nee, dat is goed. Dus, ja. En met het ruikt visite, lekker. Bedoel, ja, dat weet ik niet. Nee, maar goed, het ruikt lekker. Dus ja, energie. Positieve. Dat is mooi. Want ik dacht dat het Dolores was. Ja. Geen Dolores. Ja, heerlijk is dat. Ja. We zijn goed bezig, mensen. Dat is mooi om te horen voor de luisteraars ook. Van, ja, serieus. Carlos heeft gedag gezegd dat. Oh ja, inderdaad. Bij het betreden van het gebouw. Gedag gezegd. Vertel het goed. Want we hebben luisteraars via de radio. Of Afinzer en Naki. Ja. En toen zei ik gewoon welkom. Okay. Ja. Ik heb nog wat energie. Ja. Nee, en het was net hier, echt waar. Okay. En lekker, ik denk dat, ik ben het niet. Dolores Dolores is het ook niet. Dus voor de luisteraars is het, hoe zouden we dit nog kunnen verduidelijken wat er nu gezegd is allemaal? In het Nederlands graag. Maar we hebben het gehad dat alles energie is. Yes. Ja. Energie is in beweging. Alles is in beweging. En we zitten in een ruimte. Mm-hmm.
waar er misschien energieën zijn die wij niet kunnen zien, zoals dat overal straalt. Ja, hier werd Afrika yoga gegeven. Nee, echt? Onder andere, ja. Onder andere, ja. Nou, dat blijkt dan. Ja. Echt waar? Dus aantrekkingskracht, de wet van aantrekkingskracht. Ja. Eigenlijk als je positieve dingen, de multiversum, of het multiversum, hoe je het wil noemen, instuurt, dan krijg je dat terug. Dus in principe, als je met positiviteit bezig bent, dan ontvang je positieve energieën kunnen inderdaad dichterbij komen om mee te genieten van de energie die uitstraalt. En dat blijkt dus. Heerlijk. Okay. Ja, echt lekker hoor. Nou, dan als we, zijn er nog aanvullingen of zo op de uitzending. En anders dan gaan we famous last words rondje doen. En dat is Anku Jasenep, een groet. Weet je al, van Hotep. Ja? Ja. Hotep, broers en zusters. Hotep, en bedankt. Grand Pani Goede. Dwangareta mama fobia. Dwangareta mama fobia. Dwangareta mama fobia. Dwangareta mama fobia. Sakavaso mudina nana. Dwangareta mama fobia. Anana nyame nyamewa. Dwangareta mama fobia. 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 Sakavaso mudina nana. Dwangareta mama fobia. Anana nyame nyame. Dwangareta mama fobia. 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 Sakavaso mudina nana. Dwangareta mama fobia. Sakavaso mudina nana. Dwangareta mama fobia. Anana nyame nyamewa. Dwangareta mama fobia.